Hi, in deze video laat ik je zien hoe je een backup kan maken van je website. Als eerste kopieer ik alle bestanden van de website vanuit de FTP-server naar mijn computer. Ik zit nu in het FTP-programma FileZilla en navigeer naar mijn website. Op de server staat die in Webspace, HTTP Docs, gevolgd door de naam van je website. Indien je gebruik hebt gemaakt van een automatische installatie voor bijvoorbeeld WordPress via je control panel, kan je je websitebestanden terugvinden in Webspace, Site Apps, de naam van je applicatie en in die map een map genaamd HT Docs. Hiervoor heb ik een tal van bestanden. Deze bestanden vormen gezamenlijk mijn website. Om dus een backup te maken van mijn website, moet ik deze bestanden downloaden naar mijn computer. Op mijn computer maak ik daar een mapje voor aan. Bijvoorbeeld backup, gevolgd door de datum. In FileZilla doe ik even een refresh. Daar is mijn mapje. Ik selecteer alle bestanden die op de server staan. Door het bovenste bestand te selecteren met mijn linkermuisknop, vervolgens Shift ingedrukt te houden en te klikken op het onderste bestand, selecteer ik ze allemaal in één keer en sleep die naar de linkerzijde met mijn linkermuisknop naar de map waar ik ze wil downloaden. Onderin zie je de status van het bestandsoverdracht. Afhankelijk van de grootte van je site en de snelheid van jouw internetverbinding kan dit wel eventjes duren. Laat dit proces rustig draaien totdat het vanzelf klaar is. Indien jouw website gebruik maakt van een database, is het ook belangrijk om daar een backup van te maken. Bij WordPress is dit ook het geval. Om een backup te maken van je WordPress-site, ga je naar je control panel. Vanuit hier naar databases, klik dan op het icoontje en vervolgens op de database naam. Klik dan op de link om in te loggen in phpMyAdmin, waarin je je database kan exporteren. Dat doe ik door aan de linkerzijde de database aan te klikken, vervolgens naar export te gaan, of exporteren in het Nederlands, en op de knop te drukken. Er wordt dan als het goed is een bestandje gedownload op je computer, met de naam van je database gevolgd door .sql. Dit bestandje is opgeslagen in mijn downloads map. Ik ga er naartoe en sleep hem naar mijn documenten. En ik plaats hem nu in dezelfde map waar ik mijn websitebestanden ook heb gedownload. Terug in FileZilla, mijn FTP-programma, zie ik dat hij klaar is met het overdragen van alle bestanden. De backup is dus voltooid.